Yo mensen, nieuwe vlog, nieuw land en een hele nieuwe plek. En het heeft even een paar maanden geduurd, maar ik sta eindelijk weer op een echt mooi, heerlijk eiland. Ergens daar, ik zie het ook nog niet, hebben we het vasteland van Honduras. We zijn nu ten noorden daarvan, dus de Caribische Zee. Pacifische Zee ligt in het zuiden. Honduras heeft wel een klein stukje wat ook de grote oceaan raakt. Maar dit is eigenlijk een beetje de Caribische Zee. En het is zo dat, als ik het goed zeg, iedereen kent de Great Barrier Reef in Australië. Grootste reef ter wereld. Hier voor de kust van Honduras, Guatemala, Belize, Mexico ligt het tweede grootste reef ter wereld. Een stuk minder bekend, maar ook net zo. En daar ben ik nu. Ik heb er echt zin in. Het heeft me klote eind gekost om hier te komen. Vanuit San Salvador 13 uur met een bus hier. Vervolgens de ferry vanaf het vasteland hierheen. Ja, en dit is het. Het is niet bar groot. En heeft ongeveer, nou, ik geloof 3000 locals plus dan nog 1 of 2000 toeristen. En het is zo lekker. Ik was gisteravond ben ik dus aangekomen. Ik heb hier mijn dive shop niet gezocht. Ze hebben 3 boten, onwijs veel materiaal. Ja, je kan helemaal tot een technical diving. Fucking vet. Ik word gelijk weer enthousiast. Maar ja, er zijn dus opties te open. Ik geloof een dive zat of 50, 60. Die kan je niet allemaal zien. Maar het eiland Jutila staat er een beetje onbekend. Dat het hier eenmaal komt. En eigenlijk nooit meer weggaat. Nou heb ik dat niet per se als plan. Maar dat is een van de 3 leugens. Dat vertelden ze me hier van het eiland. Een van de leugens is: ik ga morgen weg. Je kan namelijk 2 dingen doen hier, duiken en feesten. Dan ben ik in allebei, vind ik het leuk en ben ik er redelijk goed in. Dus ja, daar ga ik eens even een paar dagen lekker van genieten. Als het goed is er ergens nog een viewpoint hierboven. Ik ben van plan 10 duiken te doen, dus ik weet niet of ik dat viewpoint überhaupt ga halen. Gisteren al een beetje particulas op. Dan denk ik dat ik het aanpak. Ik heb niet meer zo heel veel zin in het editen. Dat duiken is sowieso altijd heel veel editen. Daar heb ik allemaal niet zo heel veel zin in meer. Dus ik ga vanaf nu weer een beetje proberen het allemaal gewoon chronologisch te doen. Dit is mijn eerste shot. Ik heb mijn wetsuit al aan. Dus we gaan zo de boot op. 2 duiken vandaag. Als het goed is 4 duiken morgen en 4 duiken daarna. Dat is een beetje het idee. En ik heb een beetje gegoogeld, gelijk enthousiast. Ik heb nog eens plan om naar Tulum te gaan in Mexico. Een beetje duiken. We zien het allemaal wel. Ik heb ook heel geen idee hoe lang deze vlog is. Of gaat worden. Ik neem in ieder geval mee. Ik ga het water in. Ik neem mijn GoPro mee. Als je het niet interessant vindt, dan kun je stoppen. En het feesten. Ik ga je natuurlijk ook even een paar shots feesten. Er zijn een aantal dive masters zijn hier geslaagd. Dus vanavond is er een groot diner met feest en weet ik het allemaal. Dus ik moet even kijken. Ik neem jullie gewoon mee. Je gaat het zien. Someone told me to ask. I was talking to somebody today on the phone. They said the road's kind of expensive. It is. It's very American tourism. Like the expats that go to America.
We never got that fear of the job. Plus voor je zus, dat is gangbaar, niet herhaling vatbaar, daaronder is dat water en stoots draaien. Oké, jongens, inmiddels de eerste 8 duiken gehad. Nog steeds op het eiland, nog steeds bijna dezelfde pier met alle boten eromheen. Hier op de achtergrond de duikschool zelf. Ik heb er gewoon voor gekozen om 10 fundives te doen. Boot staat nu is bijna klaar om de laatste 2 te doen. Ik heb alles gewoon in chronologische volgorde een beetje geëdit. Dus de duiken van de dag, dan de avond de beelden gemaakt. En vanavond hebben we dan nog een aantal activiteiten, ik weet niet precies. Een aantal laatste feesten. Morgen als het goed is weg, als ik het kan regelen. En ze bieden wel wat mooie dingen aan om misschien nog een keer naar terug te komen. Een paar leuke duikcursussen bijvoorbeeld. 10 verschillende divesites. Rack krijg je zo nog te zien, daar ga ik nu heen. Maar tot nu toe is de conclusie, de noordkust is beter. Dat is een stuk ruiger. En de zuidkust is ook mooi eigenlijk. Het is niet de mooiste divesite, maar het is ook zeker niet verkeerd. Ik plak de rest er nog even achteraan en dan zie ik jullie later. Na al die beelden, ik zou persoonlijk even op dit moment niet meer weten wat ik allemaal heb laten zien. Maar als het goed is allemaal nog duiken in Jutila, Honduras. Inmiddels Ferry teruggepakt, die had ik trouwens nog een dag gemist. Ook weer helemaal in de stress, daar gaan we het niet langer over hebben. Is helemaal niet leuk en interessant. Een dag later dan gepland, de ferry teruggepakt naar het mainland. Transport naar Guatemala, Puerto Barrios. Nou, daar sta ik nu. Ik moest je dit laten zien, hier, dat ziet er niet uit. Het is gewoon een gat waar niks zit. Ik kan hier alleen de watertaxi pakken naar Belize. En dat ga ik dus ook zo doen, over een uurtje. Dit is het. Ik heb Amber nog gezien uit Guatemala. Die zit nu in die bus, die gaat er ook weer vandoor. Maar dit is het. Er ligt niet eens asfalt. Het ziet er niet uit. Maar ik denk, ik wil het je even één shot uit Guatemala weer. Dus het is inmiddels de derde keer. Ik barst van de stempels. Die stempels zijn ook groot. Dus mijn paspoort wordt lekker gevuld zo. Ik ga zo meteen, dat was wel allemaal al included in zo'n transportding, de boot naar Belize. Dat is eigenlijk wel heel fijn, ook de accommodatie van afgelopen nacht was included. En in Belize ga ik het weer zien. Ik kom aan in Punta Gorda en dan heb ik, als het goed is, wil ik een bus naar Belize City, maar ik wil gewoon Belize eigenlijk overslaan omdat het gewoon te duur is. En ik afspraken heb met mensen verder in het noorden. Dus ik wilde eigenlijk gewoon zo rap mogelijk doorheen, maar ik heb geen idee hoe ik het ga doen. Ik neem je nu wel mee, het wordt allemaal nog deze vlog. Denk ik, geen idee ook. Ik zie jullie later. Nog even een shot van Puerto Barrios. Alles onder water. Mijn ontbijtplekje hier. En ik ga lekker naar Belize.
En daarna mijn ontbijt bleek de plek waar ik de boot ga pakken. Allemaal nog Guatemala. Dit ook nog allemaal. En Puerto Barrios is een haven, een soort van havenstadje-achtig. Beetje containerladen en zo hier. Nou jongens, inmiddels naar de busrit of naar de bootrit in het kleine klote dorpje Punta Gorda, helemaal in het zuiden van Belize. Er is geen weg die vanuit hier naar Guatemala gaat, er is maar één weg. En die zit ergens in het midden vanaf Belize City, de hoofdstad. Daar ga ik straks heen, ik heb net mijn busticketje geboekt. We zijn nog even de shots vanuit die boot, een van die shots was Livingston, dat is een plaatsje ook in Guatemala. Dat is op zich wel een toeristenplekje. Mocht je daarheen gaan, ik ben er zelf niet geweest, ik heb even het nu een soort van gezien. Maar mocht je nog ooit naar Guatemala gaan en je hebt iets langer de tijd dan ik, dan kan je dat ook nog doen. Dit is in ieder geval een beetje een gat. Het is niks hier. Ik ga de bus pakken, 6,5 uur naar Belize City. Ik zie je daar dan nog even en dan sluit ik de vlog af, denk ik. Ja, vind ik toch even een kaartje. Dat is natuurlijk even leuk om uit te leggen. Ik kom helemaal vanuit Puerto Barrios, ferry gepakt naar Punta Gorda. Zometeen, hier heb je ook allemaal Maya-tempels overigens. Zometeen helemaal bus naar Dangriga, Belmopan en Belize City. Daar even een nachtje slapen, daar zie ik je straks. En dan verder door naar het noorden, dan zien we wel hoe ver we komen. En hier heb je nog een heel aantal tempels. Dit is de enige weg naar Guatemala toe. En het leuke van Belize, wat ik wilde doen, maar even geen tijd meer voor heb. En trouwens, belachelijk duur is het duiken. Van Belize City kon je een Kaikouker, is heel mooi. En Ambergrisus is zo mooi. Het zijn twee eilanden. Maar goed, je hebt het hele reef heb je hier lopen. Barst van de dive sites. En heel bekend is. Daar de Great Blue Hole. Maar goed, dat kost $250 voor één duik in dat gat waar niks en niks te doen is. Dus Belize wordt voor mij gewoon even doorcrossen. Oké, jongens, het laatste shotje van deze vlog in Belize City. Een of ander hostel of hotel geboekt in, via booking.com. Vrij duur, het is echt een duur land ook over het algemeen. Het is echt een buurt die er niet uitziet eigenlijk. Hoe verder je daarin gaat, daar is het busstation, hoe erger het wordt. Klein haventje en gisteren kwam ik erachter dat het dus eigenlijk helemaal de hoofdstad niet is. Dat is veranderd, ik geloof 50 jaar geleden, naar Belmopan. En Belmopan heeft maar 18.000 inwoners, hier leven er maar 55.000, 60.000. Echt een klein landje. Spreekt vrijwel overal vloeiend Engels. Ik geloof dat Engels zelfs de officiële moedertaal is, omdat het een kolonie is geweest van de Britten. En vele mensen spreken ook Spaans, maar dat is wel een leuk feitje. Het zit er hierop. Ik ga Centraal-Amerika uit zometeen. Ik heb een ticket naar Mexico weer. En dan wil ik eigenlijk ook gewoon weer één vlog per land doen, in plaats van wat ik nu de afgelopen twee vloggen gedaan heb. Dat ik even 100.000 landen wil crossen in zeer korte tijd. Op zich wel leuk, want al die landen waar ik dus de afgelopen week geweest ben, die hebben een soort van pact. Dat is een soort Europese Unie. We zijn met z'n vieren ook een pact. En je mag dan 90 landen in deze, of 90 dagen in deze vier landen zijn. Maar ik heb het onwijs naar mijn zin gehad. Het is een mooie cultuur. Eten niet heel bijzonder. Vooral veel ei, ham en bonen met tortillas. Maar de cultuur is heerlijk, ik weet het niet. Ik heb me er lekker thuis gevoeld. Misschien niet zo in San Salvador. Niet zo heel veilig hier per se. Ook niet per se. Dus ik vind het niet erg dat ik wegga en dat ik het dan overslaat. Het is echt, echt duur. Maar goed jongens, tot zover. Ik zie jullie in Mexico.